Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat ik een groot fan ben van VR, virtual reality. Ik heb hier naast me liggen de Oculus Rift, de eerste generatie Oculus Rift. Die heb je misschien wel eens voorbij zien komen. Misschien in een van mijn streams of in een van de video's die ik al heb opgenomen. Check de F1 2019 in virtual reality video maar eens. Daar had ik deze gebruikt. Ik heb een PlayStation VR. Daar staat wat stof te verzamelen. Er is gewoon simpelweg te weinig content. Maar best wel een tof apparaat. Zeker voor de prijs die je ervoor betaalt. Maar ongeveer een jaar geleden, misschien twee, mocht ik voor GameKings een headset reviewen. En dat was de Oculus Quest. En dat was echt de beste VR-ervaring die ik ooit in mijn leven heb gehad. En waarom was die nou zo goed? 1. Je had er geen hele krachtige computer voor nodig. 2. Je had er ook geen console voor nodig. 3. Hij was volledig draadloos. Geen kabels. Je doet het gewoon op je hoofd. Alle techniek zit in de headset zelf. De processor, de schermen, natuurlijk alles zit erin. En je had 2 draadloze controllers die ermee verbonden waren. Nu ongeveer een jaartje, misschien 2 later, hebben we de opvolger hiervan, de Oculus Quest 2. En ik heb hem hier voor me. En ik kan ook niet wachten om hiermee aan de slag te gaan. Maar voordat ik hem ga unboxen, wil ik nog even een aantal dingen met jullie delen over de Quest 2. Vooral met wat er vooral beter is ten opzichte van zijn voorganger. Laten we beginnen met de schermen. Dat is toch misschien wel het belangrijkste van een VR-headset. De resolutie is flink omhoog gegooid. De resolutie is nu 1832 bij 1920. En dat zijn zo'n 50% meer pixels per oog ten opzichte van het voorgaande model. De refresh rate is opgehoogd naar 90 Hz in plaats van 72. En het zorgt gewoon voor dat je een scherper, nauwkeuriger beeld hebt. Zonder minder stotteringen. Dat is misschien de beste manier waarop ik het kan uitleggen. Hij is wit in plaats van zwart. Dat was je misschien wel opgevallen. En er zit een veel krachtigere processor in. Hier zit de Snapdragon XR2 in. In de allereerste Oculus Quest zat de Snapdragon 835. En dat was zelfs voor die tijd al niet een hele goede headset. Nou, een van de dingen waardoor ik zo ontzettend enthousiast ben over de Oculus Quest, dat heeft simpelweg ermee te maken dat dit een headset is die inside-out tracking heeft. Nou, wat wil dat zeggen? Op deze headset zitten allerlei cameraatjes die juist jouw omgeving in de gaten houden. Dus wanneer jij beweegt, registreert die headset dat en wordt het zo vertaald naar de virtuele wereld. Je hebt ook headsets met outside-in tracking. Dat is deze jongen, de allereerste Oculus Rift. En je ziet ook, er zit geen camera op natuurlijk. En het nadeel daarvan is dat je 2 van deze tracking modules kwijt moet kunnen. 1. Ze nemen allebei al een USB-slot per tracker in. 2. Die trackers moet je ook nog eens op hele gunstige plaatsen zetten. En vooral, dat heb ik nu op dit moment in mijn studio. Ik zit in een kleine studio. Ik heb daar gewoon geen ruimte. Dus ik heb al grote moeite om alleen al deze trackers op een goede plek neer te zetten. Maar daarnaast, omdat de ruimte zo klein is en de afstand van de trackers af dus ook redelijk kort is, ja, werkt het gewoon niet lekker wat betreft virtual reality. En ik heb het eigenlijk opgegeven voor in mijn streaminghok daar. Maakt allemaal niet uit. Deze heeft dus inside-out tracking. Geen trackers meer nodig. Dat is echt een geschenk. Een ander ding wat deze heeft, en daar ben ik wel echt heel erg enthousiast over, en dat is ook de reden waarom ik deze misschien uiteindelijk nooit meer nodig ga hebben, is dat deze Oculus gebruik maakt van Oculus Link. Oculus Link, dat is een beta-programma, denk ik. Of misschien is het al uit beta, dat weet ik even niet. Want ik moet het nog gaan checken, want ja, hij is nog boxed. Maar dat wil zeggen dat je deze headset niet alleen standalone kan gebruiken, zoals die eigenlijk bedoeld is. Maar dat je deze ook aan je computer kan hangen via een USB-kabel. 1 enkele USB-kabel. En daarmee kan je gewoon alle VR-games spelen die je ook al op je PC hebt staan. Dus wil je echt van hele vette, intense graphics games gebruik maken, zoals bijvoorbeeld een Half-Life Alyx, dan kan je ook deze headset gebruiken in combinatie met Oculus Link. Laten we gewoon gaan beginnen met unboxen, want ik ben toch wel reuze benieuwd. Een van de dingen bij deze headset is toch wel het feit dat je tegenwoordig verplicht bent om een Facebook-account te hebben. Dat was bij de eerste Oculus Quest nog niet zo. Tegenwoordig, alles wat betreft Oculus, heb je een Facebook-account nodig.
Ik baal daar behoorlijk van. Ik heb eigenlijk echt een hekel aan Facebook. Maar je hebt het nodig, wil je daar gebruik van kunnen maken. Dus belangrijk om te weten. Ook belangrijk om te weten, je kan je Facebook-account niet deleten. Als jij je Facebook-account delete, zijn namelijk alle aankopen die je ooit hebt gedaan in de Oculus Store, zijn gewoon teniet gedaan en ben je die dus allemaal kwijt. Niet heel erg klantvriendelijk, maar zo is het nu eenmaal. Een ander ding dat je nodig hebt, is een smartphone. Deze Oculus Quest bedien je via je smartphone. Dat kan zowel op iPhone als Android. En daar kan je gewoon kiezen welke game je wil gaan spelen. Je kan daar ook games kopen, je vriendenlijsten beheren. Noem het allemaal maar op. Dus Oculus Quest 2 dus. Deze hebben we niet meer nodig. Die gooi je weg. Er blijft er nog een redelijk saaie doos over. Maar hier zit alle good stuff in. De twee controllers. Wit dus tegenwoordig. En ja, ik moet zeggen, ze voelen ietsjes anders aan ten opzichte van de eerste generatie. Ik weet niet of dat de coating is van de verf die ze gebruikt hebben. Maar het voelt goed aan. Verder, zelfde knoppenindeling. Een A en de B knop aan deze kant. Een X en Y knop aan deze kant. Beide thumbsticks. Triggers, zeker handig voor shooters. En hier ook thumb grips, waarmee je dus ook in de spelwereld, zijn trouwens geen thumb grips, maar andere, je middelvinger grip, waarmee je dus makkelijk voorwerpen in de digitale wereld kan oppakken. En dat heeft de controller dan in de gaten. Hele chille controllers. En wanneer je hier deze naar beneden slide, zie je ook gelijk waar de batterijen zitten. Even deze eruit. Hebben we niet meer nodig. Kunnen we daarna gelijk mee aan de slag gaan. Dit zijn de controllers dus. We moeten hem heel even terugsliden. Bij de Rift zijn ze namelijk magnetisch. Deze moet je echt klikken. Een klein verschilletje dus. En dan het hoofdstuk. Natuurlijk. De Quest zelf. Echt een prachtig apparaat. Ik moet zeggen, ik vind hem echt heel erg mooi. En dit is ook wat je van een VR headset wil hebben. Hij moet er niet te belachelijk uitzien. Hij moet niet te groot zijn wat dat betreft. En dit voldoet precies aan mijn eisen. Een simpele strap natuurlijk. Eentje horizontaal, eentje verticaal. En daarmee blijft hij gewoon makkelijk op je hoofd zitten. Hier aan de zijkant, een USB-C kabel. Die kan je gebruiken om de headset op te laden. Een 3,5 mm jack, daar kan je dus ook een eigen headphone in willen doen, mocht je dat willen. Is niet nodig, er zitten ook speakers in, maar die zijn natuurlijk niet van een hele hoge kwaliteit. Hieronder een knop, twee knoppen eigenlijk, waarmee je het volume kan bedienen. En zoals je ziet, hier zitten vier camera's op. Hier 1, 2, 3 en 4. En die houden dus alles in de gaten. Dan hebben we nog dit mooie stukje techniek. Nee, het is niks bijzonders. Het is simpelweg gewoon een brilspacer. Mocht jij dus een bril hebben, dan kan je deze op doen. En, althans, kan je deze ertussen doen. En dan kan je daar ook gewoon gebruik van maken. Daar is dus rekening mee gehouden. En ik neem aan dat hier eigenlijk simpelweg alleen de charger in zit en wat boekjes. Dit zijn de boekjes. Hebben we niet nodig. De kabel. En de adapter. Eén ding wel met deze kabel. Je zou deze kabel kunnen gebruiken voor je Oculus Link. Op de PC dus, waar ik het eerder over had. Maar ik zou dat niet doen. Daar is deze eigenlijk net te kort voor. Dat geeft je simpelweg niet genoeg ruimte. Wil je hem dus gebruiken bij je PC? Koop daar echt een langere kabel bij. Anders ga je het niet redden daarmee. Een belangrijk ding is wel, ik weet voorheen moest een USB 3.0 kabel zijn. Volgens mij is dat tegenwoordig niet meer zo. Pin me er niet op vast, google het even voor de zekerheid. Volgens mij werkt inmiddels elke kabel vanaf 2.0. Kan je er gewoon in gebruiken en eigenlijk wijst de Oculus app zich dan vanzelf. Ik ga hiermee de komende dagen mee aan de slag. Ik ga een aantal games checken. Ik ga natuurlijk Superhot VR checken. Ik ga Vader
de series checken. Die heb ik natuurlijk ook gespeeld op de Oculus Quest 1. Echt een fantastische serie. Een must play voor Star Wars fans wat dat betreft. En hij is ook gewoon te spelen op PC. Maar je hebt wel een VR headset nodig. Superhot VR, Vader dus. En er zijn nog een heleboel andere titels. Half-Life Alyx ga ik hiermee checken. En Star Wars Squadrons. Ongetwijfeld ga ik daar nog een video over maken. Mocht je dat willen zien, hou dan dit kanaal in de gaten. Dit is Oculus Quest 2, jongens. Mocht je nou vragen hebben over deze VR-headset, drop ze dan heel even hieronder in de comments. Dan zal ik mijn best doen om deze voor jullie te beantwoorden. En even kijken of ik niks ben vergeten. Volgens mij niet. Ja, nog één belangrijk dingetje. Bijna vergeten, maar ik vind dat toch wel een hele toffe feature. Je hebt natuurlijk deze controllers die je handen simuleren en daarmee ook zeg maar je handen vertalen naar de digitale wereld. Deze headset trackt natuurlijk waar deze controllers zijn en daardoor komen de bewegingen in de digitale wereld ook vrijwel één op één over. Maar ze hebben iets nieuws en dat wil zeggen dat deze camera's ook je echte handen kunnen herkennen. Dus er zijn games waarbij je de controller niet eens nodig hebt, maar toch gewoon je eigen handen kan gebruiken om die game te spelen. Want deze camera's, het zijn echt groothoekcamera's wat dat betreft, die zien alles en kunnen ook je hand herkennen. En ook de bewegingen die je daarmee maakt, in hoe ver dat detail gaat, durf ik nog niet te zeggen. Ik heb het nog niet geprobeerd. Dat is dus zeker ook een van de dingen die ik ga checken. Maar ik wilde deze unboxing en hele korte summere review met wat details met jullie delen. De komende dagen kan je nog een YouTube video verwachten met Star Wars Squadrons en Half-Life Alyx mogelijk. Waarbij ik mijn ervaringen met deze quest deel. En hoe vet of niet vet het is. Dus mocht je dat willen zien, vergeet dan niet te abonneren. En mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan dat duimpje omhoog. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!